Goedemorgen. Zal er eens een weekend zijn waar we geen huishouden moeten doen? Wie weet, maar deze ochtend hebben we alleszins weer netjes onze taakjes afgewerkt. Philip, ik mag niet klagen. Het stofzuigen zonder stopcontact, draadstekker, ding is veel, veel handiger. Dus, maar ja, moet het nog altijd doen natuurlijk. Hè. Ready for the day. Voor het weekend helemaal. Het is lekker zonnig. Het is zo net weer nog een kleine opflakkering. Een hintje naar de zomer toe. En daar kan ik alleen maar blij om zijn. We gaan op zoek naar een lunchplek. En gezien dat het lekker weer is, denk ik dat er dit weekend ook nog weer een ijsje af kan van bij het Keizelkrijmke. En voor de rest hebben we geen plannen. Hoe tof is dat? Gewoon geen plannen. Niks te doen. Ah, zalig rusten. Ja, lekker saai, maar vooral heel erg lekker. Ik heb vandaag gekozen voor mijn ballerina dot. Dat verbergt het feit dat ik mijn haar moet wassen. Dus ik kan nog één dagje verder. Wit t-shirtje, linnen van de Wii. Met mijn plissérok van Club Monaco. Die ik in de Sale Plus Extra Sale kocht in New York. Yeah! Lekker licht en luchtig. En mijn kleurrijke Adidasjes. We zijn komen lunchen bij de jacht. De jacht. Aan de haven. Letterlijk aan de jachthaven, terrasje op het water. Dat is een tip die ik gekregen had van mijn kapster. En het was allemaal tapas to share en zo, vis, mosselen. Yes, we like. Dat was een lekkere lunch. Ik zie hier ook heel veel mensen zo mosseltjes eten. Dus ik denk dat dat ook wel best aan te raden is. Alleszins qua locatie. Niet te overtreffen. Gezellig aan het water. Een beetje lager gelegen. Rustig. Niet te veel last van omgevingsgeluid. Ja. Fantastisch. Net wat brood gekocht bij de bakkersochter. Die verkopen onder andere ook het brood van de bakkerij van Echt in Bokrijk. Dus super lekker brood, artisanaal en zuurdesem. En Studio Stad is vandaag wel open. Dus tweede poging om een keer te gaan kijken wat dat er allemaal geëxposeerd wordt. Zo, eens waar we getrouwd zijn. 4 jaar geleden. Het is nu alweer een nieuwe show. Een collectief fotograaf. No shame. Opnieuw. Dubbele portie ijs bij Keizelkrijmke. Oh my god. Echt. Beste ijs. Zo hard naar uitgekeken. Echt een beloning voor een hele week hard werken. Zondagochtend. Tijd voor onze weekly food shop. Trouwens, die spaaractie bij de Albert Heijn vind ik zeer moeilijk. Je hebt 6 verschillende spaarkaarten. En je moet ze allemaal vol hebben, of ja, je moet de kaart volledig vol hebben eer dat je de actie hebt. Too much, too much. Dus dit is wat ik bedoel met die spaarkaarten. Er zijn er 6, waarvan wij er nog altijd maar 4 hebben, want de rest is altijd uitverkocht, niet een stok. Je moet stickers sparen en de kaart vol krijgen, wat op zich kaart vol krijgen, ça va, I get the system. Maar omdat je stickers krijgt voor alle 6 de kaarten, is het heel moeilijk om je op 1 kaart te focussen. Hier zetten we mee 2 kaarten die we niet hebben. Stickers die dat we niet kunnen gebruiken omdat we die kaarten niet hebben. En de kaarten die dat we wel hebben, ja, die geraken niet vol omdat ja, we daar niet de juiste stickers voor krijgen. I mean, ik ga wel geen 15 keer per week boodschappen doen, hè, Albert Heijn. Het is vandaag trouwens Outloze Zondag, wat ook wel zeggen dat hier in Hasselt tot en met de kleine ring, niet meer toegankelijk is voor wagens, omdat er allerlei activiteiten zijn. Zo kan je je fiets laten labelen, dat is een beetje anti-diefstal, en zijn er allerlei foodkraampjes. Want de kleine ring wordt vandaag omgetoverd tot de culinaire ring. Ja, dat klinkt mij als muziek in de oren. Dus ik heb wel eventjes gekeken op de kaart. Er zijn heel veel verschillende foodstandjes. Er is sushi. Er is ook barbecue. De butcher staat er. Rauw staat er ook. Dus dat klinkt als een feestje.
En het is ook prachtig weer. Dus wij gaan met de fiets richting Hasselt. Het zal even afzien zijn. Natuurlijk, met de auto gaat dat ietsje sneller. Maar dat is nu net het, het doel van vandaag. Om een keer een autovrij centrum te hebben. En dat wil ook zeggen dat wij de moeite moeten doen om er naartoe te gaan met de fiets. We zijn net even de banden aan het oppompen. Dat we vlotjes over de weg kunnen rijden. Maar kijk, fantastisch. Heerlijk weer. Dus ideaal om er een fietstochtje aan te koppelen. Onze eerste stop is hier op het Tussaardplein. We hebben onze fietsen laten markeren, labelen, zodat als die zo wordt, dat het gemakkelijker is om die terug te vinden en alleszins dat labeltje er niet af kan gehaald worden. Het is donderdag in de late namiddag en mocht je je afvragen waarom ik nu pas mijn make-up doe, dat is omdat ik vanavond nog een afspraak heb, maar daar ga ik jullie zo meteen van alles over vertellen. Mijn glow heb ik aangebracht, dit is Clarins, de SOS Primer, de 00, dit is de basic eigenlijk. Die is echt wel gericht op glow, op radiance, op eclat, dus om jezelf van binnenuit te laten stralen. Pompsysteemke, super handig. Twee pompjes van deze over mijn hele gezicht. En ik heb een natuurlijke shine, dus vandaar. Maar ik ga dat dan combineren met mijn meer matte foundation van Double Wear. Make-up in de avond aanbrengen, dat is niet van mijn gewoonte. Meestal doe ik dat 's morgens en ga ik een ganse dag door. En mijn make-up is daar dan ook op aangepast. Maar deze ochtend had ik wat minder tijd en dacht ik, oké, ik moet er vanavond op mijn best uitzien. Want ik, dames en heren, heb meegedaan aan de Hasseltse blog battle. Jawel. Ik heb er mee aan gewacht. Ik had dat kort op Insta Stories gepost. Dus de stad Hasselt, waar ik woon, schrijft een soort van blog battle wedstrijd uit. Waar dat het eigenlijk op neerkomt, is dat ze de stad in al haar facetten, cultuur, shopping, natuur, sport, allee, whatever, een beetje in de picture willen plaatsen. En ze doen dat door een blog battle. Het komt erop neer dat ze een aantal mensen zochten die dat ofwel een blog hadden, of vlogden, of fotograaf waren, of gepassioneerd door sociale media, daarom nog niet per se een blog hebben, wat geen vereiste, en een hart voor Hasselt. Dat was natuurlijk wel een belangrijke. Dus je moet bereid zijn om mee te doen aan een aantal opdrachtjes in de online community, in welke vorm, nog geen idee, dat ga ik vanavond horen. Want, jawel, ik heb mij dus ingeschreven, misschien moet ik daar mee beginnen. Ik dacht, ja, ik doe dat toch eigenlijk al in al mijn vlogs, in mijn Insta-loves, mijn persoonlijke aspecten. Bekleedt Hasselt een heel belangrijke positie, wat ook niet anders kan natuurlijk als je hier woont. Dat is normaal en ik laat wel graag zien waar ik eet, wat ik shop, wat ik doe. Mijn activiteitenkalender deze zomer is nog nooit zo lokaal geweest en het leek mij leuk om dat dan een beetje uit te dragen als ambassadeur van Hasselt in de blog battle. Dus ik heb mij ingeschreven, ik heb daar wel eerst even over nagedacht van ja, is het wel een goed idee en kan ik dat combineren met mijn blog en wat gaat dat betekenen? Maar het komt erop neer dat ze 1 jaar lang een ambassadeur zoeken die dat 1 keer per maand een artikel online zetten. Waarbij dat ze één van de facetten van Hasselt een beetje promoten en in de spotlight zetten. En toen dacht ik, ja, dat zijn dingen die ik sowieso wel ga doen. Het leek mij ook een hele fijne manier om de stad nog beter te leren kennen. Misschien zijn er dingen die dat ik gewoon nog niet gedaan heb of nog niet aan gedacht heb of nog niet bezocht heb. En dan lijkt mij dit wel het ideale moment. Dus op den duur dacht ik, oké, ik ga er gewoon voor. Ik heb me ingeschreven. Ik moest dan iets van motivatie erbij doen. En 3 foto's die voor jou Hasselt weerspiegelen. En ik dacht, ik ga gewoon laten zien de veelzijdigheid die ik al zelf op mijn Instagram heb laten zien. Namelijk de natuur. Dus ik heb een fotootje genomen van de lavendelhoeve. Een foto van bij Bruut. Want food is een hele belangrijke in mijn geval. Hasselt heeft heel wat leuke eetadresjes. Ik heb al heel veel laten zien. Maar ik wil er zeker nog wel meer ontdekken. En dan een fotootje van mezelf terwijl ik een koffietje aan het drinken was bij een koffiecafé. Een beetje meer de urban vibe met een koffietje op het terras. Dus yes. Ik moet zeggen dat ik
niet verwacht had dat ik geselecteerd zou worden. Niet omdat ik denk dat ik Hasselt niet goed zou kunnen vertegenwoordigen, maar omdat ik zoiets had van, ja, welke doelgroep willen ze daarmee bereiken? En ja, is mijn doelgroep dan hun doelgroep? En was ik in de doelgroep? Maar vorige week kwam dan het verlossende antwoord, namelijk, proficiat, je bent geselecteerd. En toen dacht ik, nu moet ik het nog echt doen ook. Maar ik kijk er wel naar uit. Dus vanavond is het de kick-off. Dus dat wil zeggen, een beetje een welkomstwoord in het stadhuis van Hasselt. Fancy, ik mag in de raadzaal. Dat is ook leuk, dat heb ik nog nooit gedaan. Dus kijk, alweer een aspect van Hasselt dat ik zo kan ontdekken. Een presentatie van het project. Er wordt ook een foto gemaakt door een professionele fotograaf. Dus vandaar dat ik er echt wel op mijn best moet uitzien. En ik dacht, ik ga de make-up pas doen als ik terug thuis ben. Gevolgd door de eerste opdracht. De blog battle bestaat uit een aantal rondes. En de eerste opdracht is over een dikke week, week en een half. Op een zaterdag. Dus daar gaan we... Ja, ik heb geen idee wat het zal zijn. Ik verwacht een opdracht in de Hasseltse binnenstad. En ik verwacht iets rond herfstmode, shopping. Maar in welke vorm? En mag ik daar dan mijn eigen draai aan geven? Dat is natuurlijk de vraag. Maar daar ga ik vanavond alles over te weten komen. En ik mocht één iemand meepakken. Dus ja, Timo die hangt eraan natuurlijk. ja. En ik ben zeer, zeer benieuwd. Het is een plezante aanvulling, denk ik, op mijn blog en wat ik eigenlijk sowieso al doe. En ik zal zelf een beetje zien welke draai ik aan de blogbattle kan geven. Dus eigenlijk mag je een jaar lang de stad ontdekken met behulp van de stad zelf en in ruil een artikel één keer per maand schrijven over ja, uw belevenissen. Dus op die manier mag je de stad verder ontdekken, maar ook voorstellen aan de mensen die de stad misschien wat minder goed kennen. En die hopelijk geïnspireerd geraken door wat er allemaal te doen is. Ja, ja, een klein beetje chauvinistisch over mijn hometown, dat mag wel. Dus ja, die blog battle, dat is het belangrijkste item van vandaag. Dus ik ga jullie uiteraard meenemen, niet enkel vanavond, maar ook in de volgende rondes. Met mijn opdrachten en wat ik allemaal moet doen. En ja, wie weet, hè, wie weet, tot volgend jaar als online Hasselt ambassadeur. Ik heb trouwens weer een nieuwe Netflix-serie die ik jullie kan aanraden. En dat is Unbelievable. Het is een miniserie. Ik dacht 8 afleveringen. Waarbij dat er wordt ingegaan op een zaak. Waar gebeuren de feiten? Van een serieverkrachter. En het is echt, ja... Het is geen happy-happy serie uiteraard. Maar... Ja, ik was meteen mee en ik wou meer en meer en meer zien. En ik was zeer benieuwd naar de ontwikkeling van de zaak. Dus ik heb mijn best gedaan om niet online te gaan zoeken en geen spoilers te lezen. Maar zeer, zeer goed gemaakt. En het trekt uw aandacht en het trekt u gewoon in het verhaal. Ik denk dat ik de eerste dag een aflevering of 4, 5 heb gezien. Ergens in 5 ben ik gestopt, want het is 3 kwartier tot 1 uur per aflevering. Dus je bent wel even bezig. En op aanraden van mijn collega, die ook graag naar Netflix kijkt en die zowat dezelfde smaak heeft als mij, ga ik vandaag of morgen beginnen aan een nieuwe serie, Fi of Fi. En dat is een Turkse serie. Ik ga wel heel erg op de ondertitels moeten afgaan, want ja, ik spreek natuurlijk geen Turks. Maar ze zei dat het zeer aan te raden was dat ik de eerste 5 minuten wel eventjes moest doorbijten. Maar dat het daarna alleen maar leuk en wat meer glamour wordt met een zeer mooi interieur. Dus ik heb wel iets om mij op te verheugen. En dan denk ik dat het dit weekend het laatste echte zomerweekend wordt. Nu is het ça va-ish, maar zaterdag zou er nog eens een laatste effort gedaan worden. Dus dat is altijd leuk. Dan gaan we weer richting de 26 graden. Dan mag ik nog wel wat zomerkleren aandoen. Maar dan denk ik is het toch echt wel herfst. Volgende week veel regen voorspeld. Of toch wel wat regen en koudere temperaturen. Dus ik denk dat het tijd wordt om mij over te geven aan de herfst. Allee, hoe kan dat nu al herfst zijn? Je knippert een keer met je ogen en het is alweer gedaan. Maar met de herfst in mijn achterhoofd. Waar is mijn eyeliner hier? Heb ik gisteren een bestelling geplaatst bij het Bijkorf. Het was iets dat al zeer, zeer, zeer lang op mijn wishlist vision board stond. Met name een acne sjaal. Geloof me, ik heb geen extra sjaals nodig. Ik heb een hele lade vol sjaals. Maar zo'n acne sjaal, dat, ja,
Dat stak mij al jaren de ogen uit. Het ziet er zo dik en warm uit. En leuke kleurtjes. Heel simpel, heel basic, maar wel heel erg kwalitatief. En ik heb me tot nu toe altijd weten sussen met de Zara sjaals. Trouwens, Zara sjaals zijn zeer aan te raden. Heel goed voor hun prijs. Kwalitatief, leuke dessins. En ja, je kan daarmee echt wel een beetje je collectie aanvullen. Als je net als mij wel van een sjaaltje of 2, 3 houdt. Aangezien ik nog een mooie giftcard had van Bijenkorf, dacht ik, oké. Het staat al zo lang op je vision board. Nu kunt je dat realiseren. En ik heb er eentje besteld in een roze kleur. Ik zal het u straks laten zien. Is net toegekomen. Is al zeer gekreukeld. Want die zat natuurlijk in een doos. En ik denk dat die doos alle kanten op is gegaan. Dus ik ga hem een beetje moeten strijken. Ik heb geen stoommachine, dus ik ga hem lichtjes strijken op de wolstand. Zodat hij terug in zijn volle glorie wordt hersteld. Maar ja, ik heb hem al een keer getest aangehad. Hij is super warm. Dat is echt zo'n wollen sjaal. Ik zou dat niet verwachten, maar amai. Dat is wel een heel verschil met mijn andere sjaals. Maar ik ben zeer, zeer content. De kleur is ook wel... het is roze, maar het is uniek roze. Het is niet zo roze als dit. En ik denk dat het wel mooi zal staan in de winter om toch nog een vleugje kleur te geven tijdens de grauwere dagen die er zitten aan te komen. En op zich vind ik dat wel tof aan zo'n vision board. Het is nu niet dat ik geloof in de secret van denk eraan en poef, het verschijnt. Maar eerder als een manier om voor mezelf op te schrijven van waar ben ik mee bezig, waar wil ik naartoe gaan. Wat zijn de kleine babystapjes die dat ik wil zetten. En dat hoeft niet altijd materieel te zijn, dat gaat ook gewoon om... ervaringen en momenten. Maar dan zat er af en toe natuurlijk ook wel eens iets op, à la een acne sjaal. En als dat er al 2 jaar op staat, dan, ja, dan wordt het tijd om er toch iets aan te doen. Vandaar dat die giftcard zeer, zeer welkom was. Hier, voilà. De make-up is done. De lipstick nog niet, want we gaan zo meteen natuurlijk nog eerst avond eten. En dus dat is voor straks. Ik zal jullie intussen mijn nieuwste aanwinst laten zien. Look, my baby. Een hele mooie kleur roze. Niet zo koud als deze, ietsje warmer. Maar leek mij wel nog veelzijdig. Het is soms moeilijk, vind ik, om de kleur bij online webshops een beetje in te schatten. Ik heb gekeken zowel bij de Bijenkorf als op de site van Acne zelf. En zelfs daartussen zaten er wat verschillen. Maar het is een mega sjaal. 2 meter in de lengte en 70 centimeter in de breedte. Dus, maar ja, je ziet, het is echt wel gekreukt toegekomen. Dus ik moet hem een beetje liefde geven voor leer dat ik hem effectief ga gebruiken. Okay, voor de formele blog battle kick-off, de make-up done. Roze truitje, mijn mooie metallic plissé-rok en hakken. Yes! Mocht aandoen wat ik wou, maar ik dacht, voor een statement ga ik direct met hakken binnenkomen. En dan... ja, super mooi. Het zijn die hakken van Sophia Webster. Ik heb die al eens op mijn Instagram laten zien. Zo, zwart suede en dan met een flamingo hakje aan de achterkant. Sophia Webster is gekend voor haar vlinderschoentjes, maar deze zijn net wat subtieler, maar daarom niet minder leuk. Zo, we zijn er. Het Hasselt Stadhuis, het schip. We zitten hier op de beweegbank, maar wij zitten. We zijn net al even verwelkomd door iemand van het bureau dat de hele blog battle mee organiseert voor de stad. We zijn aan het wachten op de fotograaf. Oh, ik denk dat de fotograaf daar net al op de parking gezien heeft. Ze vroeg of dat ze moest betalen of niet. ja, dus we krijgen een fotootje, dan een opdracht. En ja, het is leuk. Je ziet al een paar andere mensen die zich ook blijkbaar hebben ingeschreven en geselecteerd zijn. Ik denk dat het wel een leuke mix is. Ik zie wat mensen die wat jonger zijn. Ik zie mensen die wat ouder zijn. Dus fijn dat ze daar ook wel wat aandacht voor hebben gehad. Dat het niet alleen maar een hele jonge groep is. Maar dat is ook de diversiteit van de stad. Dus ja, voor elk wat wils. Ja, het wordt echt jong. Zelfs een camera en al. Hey. Happy Friday! We hebben daarnet onze frietjes al gegeten en ik zat eigenlijk in pyjama op de zetel toen mijn broer een sms stuurde dat mijn tante zou arriveren. Mijn tante woont al eventjes in de VS en zakt niet zo vaak af naar België. Ze komt haar vader, mijn opa, bezoeken. En ze heeft ook een bestelling bij voor mij. Dus ik hoop dat ze die zo meteen al bij heeft. Dus we gaan hem afhalen. Het is ook gewoon fijn om haar nog eens te zien. Het is al alweer een jaar, een goed jaar geleden. En deze keer is haar man Josh er ook bij. Die heb ik zelf nog nooit gezien, alleen maar op foto.
Dus ja, dat zal een leuke eerste kennismaking worden. Goedemorgen, welkom in Hasselt. Ja, de blog battle. We hebben de opdracht gekregen. 1 minuut, 1 presentatie. Een pitch over wat te doen in Hasselt. De must-do's, de must-sees. En dat illustreren met beeldmateriaal. Ik heb 1 week om mij te preppen, dus ik heb al een lijstje gemaakt. Maar vandaag zijn we hier voor een brunch samen met mijn tante. We zijn gisteren bij haar geweest, ze had mijn Sephora-bestelling bij. Ik heb deze ochtend al een filmpje met The Hall opgenomen, dus die komt binnenkort ook online. En nu is het tijd voor food, baby. We gaan brunchen bij Bec Quotidien. We gaan hier lekker op het terras zitten. En onze zaterdag goed inzetten. En dan gaan we nog even de stad in, want ik heb nog een paar extra beelden nodig voor mijn filmpje. Zondagochtend! Wij zijn net naar de winkel gegaan. Ik ga jullie de beste aankoop van de maand laten zien. Yes, yes. Een pot van 500, jawel, 500 van die zure ouwels in de promo bij de Albert Heijn. Beste 8 euro die we uitgegeven hebben. Mag ze van Timo niet allemaal in één keer opeten? Ik zou dat kunnen. Maar, oh my god, ik heb nog nooit zoveel gehad. Zalig, yes.